mag ik eerst even twee vragen stellen? Ja. Hebben jullie de afgelopen 24 uur gezondheidsdienst gehad? Nee. 12 uur en de mensen kwamen eraan. Had je dat verwacht? Ja, ik bedoel, er waren al zoveel reacties van mensen die smeekten wanneer is het weer zover, wanneer is 1 juni, wanneer is 12 uur. Dus dan, dan weet je gewoon van, ik bedoel, dat is het moment, hè. Elke ondernemer is nou behoorlijk zenuwachtig, dus het is net alsof je voor de eerste keer je bedrijf opent. Dus en dan klopt alles, want ja, je hebt drie maanden lang, het is eigenlijk helemaal niks mogen doen. We hebben dus wel heel veel bezorgd vanaf dag 1, dus dat is enorm goed bevallen. Hoe is je eerste dag gegaan? Ja, eigenlijk prima. Ik moet zeggen, we waren niet echt gespannen, maar we hadden zoiets van, het is toch weer nieuw, hè? Dus even kijken hoe het allemaal gaat. Maar het is allemaal prima bevallen eigenlijk. Ja, mensen snapten het ook allemaal, dus ging prima. Maar jij bent echt helemaal dicht geweest al die tijd. Waarom? Nou, we hebben de keuze gemaakt om te doen waar we goed in zijn en niet iets nieuws te gaan doen. Dus, en meerdere restaurants die gingen al met afhalen, dat soort dingen doen. Dus wel eens iets van, nou, dat hoeft eigenlijk niet. Dus laten wij maar gewoon weer straks open gaan en ons verlies zeg maar even pakken. En dan gaan we weer door wanneer we mogen. Ja, heel blij. Net zoals de mensen. Hè. Het lijkt een beetje erop zoals de koeien die op het begin van het jaar weer de wei in mogen en allemaal gaan huppelen. En het lijkt wel of wij mensen allemaal nu ook weer gaan huppelen omdat we naar buiten mogen. Het is echt heerlijk. Wat hebben jullie de ondernemers nog extra aan kunnen bieden? Nou, vooral de ruimte. We proberen mee te denken. Ondernemers zijn doorgaans vrij creatief, anders waren ze geen ondernemer geworden. In de mogelijkheden. En daarin hebben we vooral meegedacht. En natuurlijk hebben we ook de huur van de terrassen. Die innen we dit jaar niet. Dus dat is ook een meevallen. Ja, dat loopt nu gewoon gesmeerd. Dus je ziet in alle kernen dat de terrassen zo om 12 uur begonnen. Het is een beetje voorzichtig. En ik hoorde ook vanuit Millingen, 1:30 was het nog zo'n mooie rustige bezetting. En nu tegen 4 uur zit het er ook lekker vol. Net zoals hier in Groesbeek. Dus mensen hebben een beetje de kat uit de boom gekeken. Of het allemaal wel veilig was. Maar als ze zien van ja, het is goed geregeld, er is afstand. Dan komen die terrassen wel vol. De mensen kunnen niet op vakantie buitenland, waarschijnlijk niet. Dus ja, iedereen blijft lekker in Nederland. Dus in Groesbeek en Bergen dan lopen de campings en de bed en breakfast en de hotels vol. Er zijn geen evenementen meer, geen vierdaagse, geen jaarmarkten, geen kermissen. Dus ja, er is weer eens niks te doen voor de mensen als lekker een terrasje pakken. Hè. Stiekem hebben we een beetje vakantie gehad en stiekem heb ik er ook nog wel een beetje van genoten eigenlijk. Dus, en daarna hebben we wat geklust hier en wat geschilderd, zodat we er weer goed kunnen staan. En ik moet zeggen, dat gaat tot nu toe prima. Dus als we zo weer het jaar door kunnen, dan ben ik al tevreden. Ja.